Mijn naam is Niels, docent BFSI en ik ga je vandaag twee tips geven om indoor je carvebochten beter te leren snijden. Let's go! Een veelgemaakte fout bij het carven is dat mensen veel te gestrekt skiën. En als je te gestrekt skiet, dan krijg je heel moeilijk de skis op de kant. Het is heel belangrijk om naast je heup en knieën dus ook voldoende door je enkels te buigen. Op die manier verbeter je enkelflexie en kan je gemakkelijker vanuit de voeten de skis van kant op kant rollen. Bijkomend voordeel is dat je lichaamszwaartepunt veel lager is, waardoor je aan stabiliteit wint. Een tweede, veel voorkomende fout, is dat je veel te breed gaat staan wanneer je probeert te carven. Houd de skis maximaal op heupbreedte. Op die manier heb ik veel meer mobiliteit in mijn heupgewricht en kan ik mijn heup ook veel meer naar binnen krijgen bij het sturen van mijn bochten. Ik probeer steeds om mijn kantenhoek in functie van de snelheid en het terrein zo groot mogelijk te maken. Dit doe ik door bij de stuurfase actief mijn binnenbeen te buigen en mijn buitenbeen te strekken, zodat mijn heup over mijn skis verder naar binnen kan komen en mijn lichaam meer naar de binnenkant van de bocht kan bewegen, met een goede angulatie van het onderlichaam. Een heel leuke oefening waarmee je kan werken aan compacte positie en het houden van skis op heupbreedte bij het carven is deze. Plaats één stok tussen je romp en je benen en klem deze er stevig tussen. Hou je handen vooraan en span je buikspieren op. Vertrek met de skis op heupbreedte en probeer dan door middel van dynamische rolbewegingen vanuit de enkels de skis van kant op kant te rollen. Start bij het begin in de hellingslijn en maak je bochten dan geleidelijk aan steeds groter. Deze oefening dwingt je om vanuit een compacte houding te carven vanuit een dynamisch evenwicht. Nog even samenvatten. Compact skiën verbetert je enkelflexie, waardoor je gemakkelijker de skis van kant op kant kan rollen. Carven met de skis maximaal op heupbreedte geeft je meer mobiliteit, waardoor je kantenhoek ten opzichte van de sneeuw groter wordt en je beter kan snijden. Probeer mijn tips maar eens uit. En denk eraan, always have fun. Oh man, dat is plezant. Ik ga direct nog een keer.